Maar wat ik wilde vertellen was dit. Je had geen. Hoe moest je nou je eten warm koken? Bomen uit doorheen? Ja, op hout. En hout stoken. Want er was geen olie. Nee. Maar, zoals ik zeg, vader, die werkte op het waterschap. En als er dan wegen gebombardeerd werden, of bruggen gebombardeerd werden, of oprichten gebombardeerd werden of zo, dan moest hersteld worden. En dan kwamen er dus schepen met allerlei soorten. Ik heb je al het verteld. Ik was toen 8, 9, 10 jaar. Ik was 10 jaar toen we bevrijd werden. En dan kwamen de schepen aan met van die grote blokken beton enzovoorts. Hey, om die schade aan die wegen te herstellen. En dan mocht ik altijd. En die werden dan gelost. En als het puin was en zo, en dan moesten de mensen die stenen in zakken op de schouder uit de bodem van het schip op een trapje en in de auto brengen en zo, was vreselijk. Maar je reed nooit in een auto natuurlijk in de oorlog, maar dan mocht ik met die chauffeurs mee in die auto rijden naar de plekken waar die. En dan ging vader altijd met die mensen praten, met die kapitein van zo'n bootje of de stuurman of zo. En dan werd natuurlijk afgesproken, ze hadden, eieren hadden ze niet en vlees hadden ze ook niet, dat hadden die mensen niet. Nee, en wij hadden 50, 60 konijnen, soms nog meer. En die werden natuurlijk altijd door ons geslacht. En dan werd er geruild, hè? Je hoort het al, er werd geruild. Maar je kon natuurlijk niet gaan ruilen, want als je mocht niet op zo'n schip komen, je mocht niet aan het kanaal komen. En bij de postbrug enzovoorts, waar overgangen waren, dat zijn Duitsers, die waren daar gelegen. Dus dan was vader s'nachts met. Kannetje olie. Met kannen ging hij olie halen. S'nachts. Ja, en niet alleen op een hele vak, want die kwam langs de deuren. Maar dan hing je dat gewoon aan het woord. Bij die schepen. Werden er eieren voor geruild. En er werden voor geruild vlees. En dan kwam vader met olie terug. Ja. S'nachts. En ik weet wel, oom Piet, die woonde, dat heb ik vaak verteld. Ja, in Tekenburg. Die woonde in Tekenburg, dus die woonde daar in de boesboes en zo. En als die dan meeging, ja, dat was vreselijk. Vader deed dat veel handiger. Die was veel handiger. En die was benauwd. En oom Piet was veel te benauwd. Mijn vader was niet zo benauwd. Nee. En dan. En als dan de olie, dan kwam die s'nachts met weer olie terug. Toen die bomen er stonden aan de postweg, als ze aan de kolonnes kwamen, die kwamen daar natuurlijk regelmatig. Want de afvoer van Duitsers naar het front. Dat is gewoon een grote weg. In Normandië, maar later ook weer als ze vluchten terug en zo. En dan reden die Duitsers, en die hadden dus de kanonnen, de wapens bij zich allemaal. Maar dan kwamen er ook van die Engelse jagers over. En ja, als er dan wat gebeurde. En wij moesten wel, soms moest je weg daar. En dan gingen wij, we hadden Duitse soldaten in huis van 42 tot we bevrijd zijn. Tot 445, altijd. Ja. En die sliepen op de achterste zolder, boven, op de achterkant. Want dan konden ze, waren ze ook zo buiten, als wat was er zo. En dan moesten wij weg daar,
Want als die jagers dat zagen, dan werden ze natuurlijk langs alle kanten beschoten. En die moffen die schoten terug. En dan gingen we bij ons langs achter. En dan had je het varkensschot. En nog een konijnenhokken. En ja, een mespunt waar de varkens buiten liepen en zo. En dan de konijnenhokken en zo. En dan daarachter had je dus die boomgaard van de rouw. Gewoon een groot stuk. Die is er nog gewoon helemaal. Een stuk grond en er waren allemaal bomen. Allemaal bomen. Dat was toen... En daar hadden die Duitsers natuurlijk, ja, die hadden hier natuurlijk veel paarden. Ja. En die paarden die waren allemaal bij die boeren gestald. En zij moesten vooral tot en met bewaken de postbrug. Want daar kon je niet over. Of je moest een vergunning hebben en zo. Je kon niet zomaar. En je mocht er niet eens bij komen en zo. Wij als kinderen ook niet. Maar ja, dan moesten wij naar die. Dan moesten wij vluchten naar die boomhard natuurlijk. Maar hoe kon je dat dan komen en zo? En dan had vader. Die had daar achter bij ons ook een schuilkelder gemaakt. Waar als het 's nachts gebombardeerd werd of zo. Dan konden we daarin met z'n vijven. Maar ja, als het dan nog licht was. En die Duitse kolonnes die trokken langs. En ja, hoeveel Engelse jagers waren er en zo. Maar dan konden wij, gingen we via, door de Mespert. De door, want het was allemaal volgebouwd. Mm. En dan kroop je daarover. En dan aan de andere kant, dat was allemaal prikkeldraad, maar daar had vader een heel stuk weggedaan, weggesnoeid. En dan konden we daar overlopen. En dan konden we daar onder die bomen, op dat weiland en zo, dat was je in het eind van je huis vandaan, als er gebombardeerd werd. Nou, en toen heb ik ook wel eens aan prikkeldraad hier zo. Mijn been hier, ik vergeet het nooit meer. En dat bleef dan jaren. Ja. Heeft heel de oorlog. Ja. En ik ben dat naar beter de dood, niet, dat naar beter de dokter. Niet. En dan. En die had ook geen antibiotica. Nee. En, ja, die controleerde ze doen. Maar het heeft geduurd tot we een poos bevrijd waren. En toen kwam ik bij de dokter en toen zei de dokter: oh jong. We hebben een antibiotica. We hebben penicilline. En toen werd ik er vanaf gekomen. Maar je komt er niet vanaf. Dat was gewoon het eten. Je kreeg altijd maar hetzelfde eten. Ja, zonder vitamine. Volgens mij zie ik nog een litteken. Hij heeft nog een litteken aan je been. Dus, ik weet niet. Ik had zoveel jaar gehad. Ik had zoveel jaar gehad. Hier zo. Hier. Hier onderaan ja, je knie. Hier zo. Hier, ja, je zit er al net. Je voelt het ook. Voel me. Een wit streepje. Hier heb je nog een wit streepje. En hier nog een streepje. Ja, en hier. En zo. Acht, ja, en zo ook nog, kijk zo. Hè, ja, want dan kroop je natuurlijk. Ja, natuurlijk. En je moest over die reling van die mespunt kruipen. Ja, en dan wat kapot. Ook Ja. Vrede nooit. En dat deed ik toen veel pijn, hè? Ja, dat denk je. En op een gegeven moment zijn de Duitsers, die waren zo bang voor de invasie hier. En wij hadden dus ook land, dat weet je, ook in de Grote Noordhoek en zo, en in de Lurpse Weg en zo. En ook op de Postdag hadden wij gewoon. En dan deden ze die grote bomen, ja, dat moest allemaal vlug gaan natuurlijk. En die werden ongeveer op deze hoogte afgezaagd. Zulke dingen bomen. Jaren, tientallen jaren stonden. Die werden op zo'n hoogte afgezaagd. En dan hadden ze natuurlijk een heleboel mensen die gewoon naar de straat gehaald werden. En je moest dan werken. Als je niet wilde werken, dan werd je opgepakt en werd je in Duitsland getransporteerd. Moest je daar aan werken. En dan. Op een gegeven moment, als die bomen dan op de grond lagen, die werden dan bijvoorbeeld in vier stukken, dan werden ze door de helft
gesplitst. Ja. En dan nog een keer door de helft gesplitst. Zo en zo? Nee. Nee, in de lengte. Allemaal in de lengte. Dikke bomen, ja. Want dan die in de lengte kwamen nog een keer. Allemaal in het land te staan. Ja. Oh, dat ze niet met die vliegtuigen konden landen op het land. Wij hadden ook van die bomen op ons land staan. En die werden daardoor die mensen gezet. En dan een draaiende tussen. En dan een dikke, allemaal van die stalen, dikke prikkeldraad. Dat weet ik niet wat dan tussen deed. Al die palen werden met van dat dikke prikkeldraad, dat verbonden, er geen vliegmachines konden landen. Nee. Toen zijn ze heel snel zijn ze opgerukt van Frankrijk, van Normandië, naar hier. En als je de Schelde had, dan had je natuurlijk ook Antwerpen. Ja. Alleen, ja, in die Schelde, daar zaten natuurlijk, waren mijnen en zo. Je weet, mijnen en zo. En ik weet bijvoorbeeld ook nog wel dat dat dan die duwapparaten, die duw, een soort zeetanks, als die kwamen overgevaren bij Ellewoudsdijk. En die Baarland zeker. Wat zeg je? Die Baarland. Bij Baarland, hé. Ja, Baarland en Ellewoudsdijk ook nog ja, wat en zo, he. Over heel die kant, want wij hebben het ook verdeeld. En dan konden wij er 's nachts niet van slapen dat die zoon leven maakte. Zo. Ja, dat heb ik wel eens verteld. Ja. Mijn vader die kende die omgeving daar heel goed, want die heeft heel zijn leven aan het waterschap gewerkt. En die is op een ochtend heel vroeg is die weg. Hij heeft in zijn fiets gepakt. Die zei: ik ga eens kijken naar de dijk. En dan kwam hij op Schravenpolder enzovoorts. En dan werd hij van de fiets geroepen, kom eens. En dan zei ze, je moet niet verder gaan, het is levensgevaarlijk. En vader die is tot bij Hoedekerskerk gekomen en toen werd er zo geschoten en zo. En toen is hij met zijn fietsen, is hij kruipend en lopend, is hij naar Schravenpolder en op duur is hij weer teruggekomen. Ja. Ja. Op een gegeven moment werden wij 's ochtends vroeg, was het donker, werden we uit bed gehaald als kinders en dan moest ik kijken. En dan hadden die vluchtende Duitsers, die hadden allemaal van die grote bommen voor elk huis neergelegd op de postweg. Hadden gewoon vrachtwagens vol en die hadden zo'n gedumpt. En sommige, er waren er ook een aantal, die waren op scherp gesteld. Dus als je het slaghoedje te pakken had, dan vloog heel de zaak. En die Duitsers waren weg. En alles lag op de grond. En die soldaten bij ons in huis. En je gaat niet naar school vandaag. Je blijft thuis. En misschien morgen ook, vertellen wij wel, want dat is heel gevaarlijk. En je pakt er niet aan, en dat heb ik van tegen haar ook wel eens verteld. Dan lagen er bij ons op de zolder, waar die Duitsers sliepen en waar wij liepen. Als ze daar lagen te slapen, dan liepen wij gewoon, het was onze zolder. En dan lagen, ik zie ze nog liggen, dan lagen die handgranaten en zo, die lagen daar allemaal, maar niet in kisten of in dozen. Die lagen er, dat moest, die moesten onmiddellijk als er wat gebeurt, dan moesten die soldaten kunnen ingrijpen. Dat lag allemaal zo uitgestald. En dan waren die soldaten. En veel gemeente, dat je er nooit aanpakt, maar je gaat er dood van, als je dat. Dus ik wist goed, vrij goed, wat een slaghoedje was en hoe je die op veilig stelde en hoe die op scherp gesteld werden, ja, en zo. Jullie altijd verteld.
En bijvoorbeeld voor die voor wij waren toen in die tijd, de vader kwam overal, een klant voor fietsen enzovoorts en als er wat gesoldeerd of gelast moest worden voor het bedrijf, dan waren wij bij Hogesteger, die autogarage. Dat was toen een rijwielhandelaar, een smid en een rijwielhandelaar. En dat wist iedereen. Voor zijn huis, daar lagen toen grote sloten. Nu niks meer, het is allemaal straat geworden. En de wereld die ze zei, als ik kwam, en je hebt dit niet naartoe. Want die liggen er al zo en ligt vol bij. Yes. En op school zat Jantje van de Kuil, even oud als ons. En die zei, ja, ik moet lusten doen. En die ging er gewoon naartoe. En die bekeek dat is. En die sprong kapot. Die en hij was dood. Nee, ik bedoel maar, er gebeuren regelmatig toch wel ongelukken ook. Veel ongelukken. En vader was ook in dienst geweest, heb ik je verteld. En die wees ons er ook goed op. En ook die soldaten, die Duitsers, die hadden ook kinders van onze leeftijd. En die wezen ons er. En ja, en wij lieten het ons zeggen, wij praten daar ook mee. Ja, maar dan wil ik nog eens vertellen. Bij ons in Goes, we ramen dat op natuurlijk. En hij dan de Kappendiekse, nee, ja, de Kappendiekse niek was dat. Ja, die noemden ze? De Minutiediek. De Minutiediek. Ah. Dat was de Minutiediek. En dan die lui die aan de, in de buurt wonen, die speelden daar wel eens. En ja, hut, die lopen overal, hè? Kinders die lopen overal. Maar dat was de Minutiediek, dat wisten we ons gewoon, dit moet niet lopen, want dat is de Minutiediek. En Pietje Kobbe, die was daarmee. Zo'n stel van die meiden, Annie de Jong onder andere, en Rini zat er ook wel bij geweest daar, en nog vol van die kobbert, allemaal van die kleine huis. En die lopen op die Minutiediek, en Pietje Kobbert, die zat er ook zoiets, en die moest er ook eens aan proberen, en die was daar wel op vingers kwijt. En Annie de Jong, die was de been eraf. Maar wel overleefd. Ja, ze heeft wel overleefd. Maar ze had altijd een oude been. En in die andere been zaten ook een opscherven, zei ze. En dan dat eilandje. Ja, de Maalstede. Ja. En daar stond, en ik zie hem nog voor me, een hele grote, zware bunker. Want je weet, de enige weg van Brabant naar Vlissingen, over de post, die moest over de postweg Maalstede. Ja. Dus alles ging er langs. En dat was een heel zwaar ding en dat was heel zwaar bewapend. En daar sliepen die Duitsers ook altijd de wachten. Er was een vestiging van soldaten en die woonden daar ook. In die bunker. Want ja, ik heb het tegen haar wel eens verteld. Er werd al, er stonden ook gewoon mooie stoelen en tafels en kastjes en zo. Ik zei, het waren allemaal door die mof natuurlijk gezongen van die Joden. Maar daar had je dus naast de slaapplaatsen en de verblijfplaatsen, want had je natuurlijk ook de ruimte die zeer zwaar met grond overdekt waren enzovoorts. En waar de munitie lag en al die dingen. Toen dus die Canadezen er kwamen, toen heeft de buurt, die heeft die bunker ook eens een keer bekeken, al direct, onmiddellijk. En ja, er was natuurlijk wat te halen, want je kon 4 jaar niks meer kopen voor in je huishouden, dus er stond op een gegeven moment niks meer in dat verblijf, in die verblijfsruimte. En dan daar gingen wij vanuit de Ooststraat, moesten we helemaal door de Maalsteden lopen, iedere keer naar de postweg. En dan ging je smiddags naartoe
En dan ging je weer teruglopen. Tussen de middag en na de middag weer lopen. Maar dan liepen we over die, over dat eilandje, die, die langs over die boom gaat. En dan snee je een stuk af, hé. Ja, dat deden we. Kortere. Dus wij liepen ook langs die bunker. En dan waren er ook jongens van mijn leeftijd, die, die waren daar met de ouders geweest in die munitiekelders. En die gingen die dan ook halen. En, dan, en die gingen daar ook mee hongen. De zekerheid eraf halen en weg gewoon. En dan ontplofte het spul. Ik heb al tegen haar gezegd, ik heb het nooit gezien. Want als ze daar naartoe gingen, ging ik altijd. Was ik er niet bij? Ik heb nooit, nooit. Ik heb het wel verteld, hè? Ja. Ik was, al, ik was best nieuwsgierig, maar ik moest die rotzooi niet aan. En zij is dus tot na de oorlog heel snel is ze teruggekomen. En toen ze terugkwam. Toen reed ze zo'n rode zwarte auto met een boog over en er zat zo'n klein rood-blauw vlaggetje, niet maar draadjes rood-blauw. En toen hebben wij een paar uur als kinderen van de school, van de lagere school, aan de Rijksweg moeten staan en dan kwam ze langs. Flitsen ze langs en dan zaten we klaar. Dan was ik klaar.